Het is dit jaar, 2014, is het 15 jaar geleden dat het Boerderijmuseum voor het eerst de deuren opende. We zijn toen begonnen met een boerderij, wat ingericht is als museum, met een aantal opstallen als een kapschuur, een hooiberg, een kippenhok erbij. Maar gaandeweg na de opening hebben we als bestuur tegen elkaar gezegd: prachtige expositieruimte in gebruik genomen. We hebben ook alles als wens op tafel gelegd dat we dolgraag een schaapskooi wilden hebben. Maar een van onze wensen, die een jaar of 10 geleden voor het eerst benoemd is in het bestuur van een boerderijmuseum en ook opgenomen is in ons beleidsplan, was de plaatsing van een hooievaarsnest. Mooi, dankjewel. Ligt dit water, Benny? De stront zit er al op, maar er zit nog geen hooievaar op. Kijk, beste kunst, hè? Nee, maar het ziet er wel goed uit. Nepstront. Ja. Precies. Nee, maar dat komt wel goed. Ja, prachtig. Die jongen die zijn uiteindelijk zo geacclimatiseerd dat ze zich niet alleen in Nederland gevestigd hebben, maar ook hebben gezorgd voor de uitbreiding. Er is op dit moment is er in Nederland zo'n 700, zijn er ongeveer 700 broedparen. En het aantal jongen dat neemt nog steeds toe. En die jongen die zullen na een paar jaar op zoek gaan naar een verblijfplaats, naar een woning waar zij weer kunnen zorgen voor een nageslacht. Dus er moet een ooievaarsnest erbij komen. Daarom hebben we in bestuur gezegd van het zou goed zijn, zoals dat vroeger ook het geval was bij de boerderijen, dat er ook een ooievaarsnest bij ons museum, bij ons boerderijmuseum zou komen. Het heeft wel 10 jaar geduurd. Het zal misschien vreemd zijn, maar voor vogellessen is normaal geen bouwvergunning voor nodig. Maar voor het plaatsen van het ooievaarsnest bij het boerderijmuseum hadden wij van de gemeente Oldebroek een bouwvergunning nodig. Die bouwvergunning is aangevraagd en er moeten stapels formulieren voor ingevuld worden. Dat is allemaal geregeld. Daar hebben we ook een enthousiaste vrijwilligers hebben we daarvoor die dat allemaal keurig gedaan hebben. Plaatsing moest nog op een daarvoor aangewezen plek gebeuren. Maar uiteindelijk, nadat alle administratieve zorgen overwonnen waren en praktische problemen geregeld waren van wie moet de plaatsen, nou, dat heeft de firma Stoudam gedaan. Wie moet zorgen dat er een prachtig gat gegraven wordt, dat heeft Boeven gedaan. Het loonbedrijf uit Oldebroek. En met gezamenlijke inspanning en met de inzet van een enkele vrijwilliger van ons is dit prachtige ooievaarsnest gerealiseerd. Nou, en nu maar afwachten of er een stelletje ooievaars op komt. Ik krijg alle dames eromheen om een ooievaarsdans te doen. Kan dat? Ja, dan moet je die eerst puur doen. Op één been, hè? Op één been. We hebben goede hoop. Vanmorgen was ik bij de plaatselijke bakker. En toen werd me al verteld van of die mensen die wisten al dat er vandaag een ooievaarsnest in Oldebroek en bij het boerderijmuseum geplaatst zou worden. We hebben goede hoop. Vanmorgen was ik bij de plaatselijke bakker. En toen werd me al verteld van of die mensen die wisten al dat er vandaag een ooievaarsnest in Oldebroek en bij het boerderijmuseum geplaatst zou worden. En er werd me al bijgezegd van en we hebben er al 3 ooievaars in de buurt gesignaleerd, dus wie weet, misschien is het volgend jaar of volgende week al wel dat we de eerste ooievaars hier zien. En dat we zelfs al jongen hier kunnen verwelkomen. Maar dat zal wel niet, maar onze hoop is er wel op gevestigd dat het nest zo snel mogelijk in gebruik genomen wordt.